In de derde week van januari was het flink raak wat betreft het aantal overvallen in Tiel. Het was drie keer raak. Zondag 17 januari werd een casino in de binnenstad overvallen. Zowel daders als buit konden binnen twee uur worden gelokaliseerd. Drie jonge daders, twee van 17 en één van 19, konden worden aangehouden. Maandagavond was het opnieuw raak. Er vond een overval plaats op de kiosk bij het station. Doordat een medewerker hard begon te schreeuwen, zette de dader in dit geval het op een lopen en vertrok richting het centrum. Donderdag 21 januari werd s'avonds Cafetaria de Rode Haan overvallen. Hebt u informatie over de voorvallen en hebt u nog niet met de politie gesproken, neem dan contact met ze op.